CD is pas volgende week uit. Dus we dachten, we komen naar Hasselt. Stad waar alles vroeger gebeurde. Buiten het feit dat we 15 jaar de mens vieren, wilden we ook echt met een nieuwe cd naar buiten komen. Dan is dat zo'n jubileum, een groep, een soort nostalgiegroep, zo die teert op oude nummers. En dat willen we zeker niet doen, en daarom hebben we een nieuwe cd gemaakt. Maar dat maakt dus wel dat bijvoorbeeld als we hier spelen, volgende week komt pas onze cd uit. En vandaag hebben we hier 8 nieuwe nummers gespeeld, waarvan er 1, de single Luide Muziek in Kleine Auto's, kennen sommige mensen al. Die is al vaak op de radio geweest, maar andere nummers helemaal niet. Dus dat is een beetje zoeken, maar dat is toch ook met trots dat we dat doen. Zo van, anders zouden die nummers niet nu al spelen. We willen die gewoon tonen. Samen toen dat ik dieven schijf op dit lijf van 1,80 meter. Zegt u niet dat ik overdrijf, dan staan we je stijf van diepe gedachten. En dat is dan zoeken naar een beetje een mix met oudere nummers. Dit is mijn huis, spelen we niet. Dat klopt conceptueel absoluut niet dat we dat niet doen, want eigenlijk is dat het eerste nummer van de mens dat uitgekomen is. En dus om 15 jaar te vieren zouden we eigenlijk onze eerste single moeten spelen, maar rock en roll is geen verplichting in hem. Kijk, als je in MOD speelt, dan weet je dat in zo'n gebouw hangen alle dromen van alle muzikanten. Ontzettend veel jonge mensen en minder jonge mensen die spelen muziek. En bij elke groep die je ziet, zie je daar zo toch een soort vonk, een zin om muziek te maken. Ik heb Dirk Janslog aan de drums. Waar is de tijd dat hij nog een buiging maakte? En Michel de Koster aan de bas. Die toont u zijn schoonste kant. Daar komt dan redelijk veel bij kijken. Dat weet iedereen. Gitaarversterkers die wegen veel. Drums, probeert dat maar eens in een kleine auto te krijgen. Dat is vreselijk. Dus ja, dat is eigenlijk niet zo'n simpel ding om te doen. Je moet er iets voor over hebben. En wat je in ruil krijgt, dat is natuurlijk wat de moeite waard is. Hè. En dat is een soort, leg dat maar eens uit, dat is die vonk of dat is het pure plezier van elkaar bekijken en zeggen, ja, het is leuk om muziek te spelen. Wat eigenlijk leuk is in Vlaanderen muziek spelen, is dat infrastructuur heel goed is. Hè. Mensen klagen, ze van ja, het kleine Vlaanderen. Maar er zijn heel veel Engels-Amerikaanse groepen die hier komen en die stellen vast, moet dat gezien, wat dat is van catering en zo, de drank, alles wat je maar wilt. Dat zijn de peanuts van MLD. U heeft vast niks beters te doen in uw leven, want een van deze dagen gaat u kijken naar een van de concerten van de mens van de Onder de Duinen tournee. Tot dan.